Na bijna 10 jaar heeft de iPad eindelijk zijn eigen besturingssysteem. Dit is mijn eerste indruk van de highlights van iPad OS. Hey, Erwin hier van Bright. Afgelopen week heeft Apple de publieke beta vrijgegeven van al zijn besturingssystemen. Die voor de iPhone, voor de Mac-computers, voor Apple Watch, Apple TV en voor de iPad. En dat laatste is bijzonder, want de afgelopen 12 versies heeft de iPad het OS gedeeld met de iPhone, iOS. En nu is er iPadOS. En dat was misschien ook wel eens een keertje tijd. Ik ga je even langs de hoogtepunten van iPadOS loodsen. Maar even gelijk een opmerking. De publieke beta is nog best buggy. Zo merk ik dat de batterij best snel leeg gaat en er moet nog heel veel geoptimaliseerd worden. Ik zou sowieso terughoudend zijn met het installeren van de beta's op essentiële apparaten voor je. De definitieve versies van de OS'en, die verschijnen naar verwachting in september. Ja, we beginnen bij het begin en dat is natuurlijk het thuisscherm. Een paar dingen vallen meteen op. Eén is dat de icoontjes van de apps, dat was voorheen, alles was een beetje opgeblazen op de iPad. Het was een opgeblazen iPhone eigenlijk. Ja, die zijn nu wat kleiner. Die zijn vrijwel even groot zoals je ze op de iPhone ziet trouwens. Dus er kunnen er wat meer in beeld. En ja, de grootste vernieuwing hier, en best wel fijn, is dat de widgets vanuit het vandaag overzicht permanent zichtbaar kunnen zijn op je thuisscherm. En dat werkt wel goed. Het geeft meer balans aan dat thuisscherm. Je kan er kiezen welke en je kan er dan een aantal vastzetten en favorieten aanwijzen. En ja, werkt gewoon wel tof. Eén ding wat wel jammer is, zodra je landscape modus verlaat en in portrait komt, dan moet je hem actief telkens wel in beeld oproepen. En dan vervalt een beetje deze nieuwe functie eigenlijk. Want dat deed je voorheen eigenlijk ook al. iPadOS is voorzien van desktop class Safari. Dat houdt in dat je niet langer op de iPad automatisch de mobiele versie van een website bezoekt, maar gewoon de desktop versie. En ook wel tof, er zit gewoon een download manager in deze Safari hier op iPadOS. En dat is echt een super groot pluspunt. Met name bijvoorbeeld voor websites of eigenlijk een soort webapps zoals Gmail of WordPress. En dan kun je gewoon lekker je ding doen. iPadOS heeft ook de mogelijkheden uitgebreid voor multitasken. Zoals twee applicaties naast elkaar in beeld. Of drie applicaties in beeld. En nog een video erbij. Het lijkt net mijn iMac wel zo. Nog zo'n onderdeel dat op de iPad zoals het was, eigenlijk helemaal uit verhouding was, was het toetsenbord, het soft keyboard zogeheten. Dus het toetsenbord wat je op het scherm ziet. Ja, dat was soms loeigroot. En dat kun je nu met een simpele pinch kun je dat verkleinen tot een soort iPhone-maat toetsenbordje. En je kan het ook verslepen. Super handig. En nu we het toch over het toetsenbord hebben, QuickType, dat woordsuggesties geeft terwijl je typt, dat werkt nu ook in het Nederlands. QuickPath, waarmee je dus al swipend een woord kan spellen, dat werkt helaas nog niet met Nederlands. Ja, en nu mag je even heel erg gaan opletten wat je allemaal in beeld gaat zien, want Apple heeft voor de iPad ook het aantal gebaren dat je kunt doen, de gestures, danig uitgebreid. Zelfs zo dat ik er een speakbriefje op nahoud, alsof het van vroeger de functietoetsen waren, wat die allemaal deden. Maar wat er allemaal mogelijk is. Zo kun je door de cursor te pakken, dus vinger erop vasthouden, makkelijker overal neerzetten, verplaatsen dus. Copy en paste werkt ook in dit geval nu met drie vingers. Waarbij je doet alsof je een stuk tekst als het ware oppakt en vervolgens neerkwakt. En kijk, undo en redo. Dat doe je ook met drie vingers. De scrollbar kun je nu zelfs ook bedienen met je vinger. Zoals op de desktop met je cursor. Ik bedoel, je voelt je net een goochelaar met al die gestures. Het valt me wel op trouwens daarbij dat nu met deze iPadOS en al die nieuwe gestures, de leercurve is ook langer of de lat ligt wat hoger. Je moet er echt aan wennen. Het is alsof je een nieuwe Photoshop, alsof je voor het eerst Photoshop gaat gebruiken en alle shortcuts nog moet leren. Als je die moves allemaal eenmaal onder de knie hebt, dan kun je denk ik best wel aardig werken gewoon op zo'n iPad.
Ik denk dat ik het binnenkort toch ook maar eens een keer echt ga testen. Gewoon een week lang alleen maar iPad, geen laptop meer. Spoedig meer erover. En nog eentje, en het klinkt triviaal, maar je kunt nu meer versies van dezelfde app openen. Of meer vensters van dezelfde app. Bijvoorbeeld van je browser, Safari of van Notes. Of... En dat klinkt als een no-brainer op de desktop. Ja, dan doe je dat super makkelijk. En appje en huppatee, nog een venster. Maar op de iPad kon dat niet. En nu wel. Naast Safari is ook de bestanden app praktisch gezien desktop class geworden op dit iPad OS. Je kunt nu heel makkelijk naast iCloud Drive ook Google Drive en Dropbox toevoegen. Je hebt een kolomweergave en je kunt zelfs de bestanden die je lokaal op je iPad opslaat weer opvragen. Ja, en ik zei net al even, die externe schijven, jawel, op iPadOS kunnen we voor het eerst gewoon heel makkelijk SD-kaartjes lezen en zelfs USB-sticks. Wie had dat nooit gedacht? Je moet alleen wel kijken, USB-A... op de iPad zit natuurlijk C, dus je moet even een verloopje doen, maar het werkt. En je kan er gewoon bij vanuit die bestanden-app. Heerlijk. Hey, en kijk dit dan. Je kunt je iPad bedienen met een muis. Kijk, doe ik die even zo. Daar, hop. Ik sluit hem aan. En moet ik wel even wat instellingen aanpassen. Klik. 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 Aan. En there we go. Ja, het is geen standaard feature hoor. Het is meer bedoeld voor mensen die echt een alternatief aanwijsapparaat hebben. Die geen vingers hebben of die niet kunnen bedienen. Maar goed, het kan wel. Volgende punt, iets kleiner puntje, maar goed, desalniettemin. De Apple Pencil 2, die werkt nu nog iets sneller. Ze beloven nu een latency van slechts 9 milliseconden. Een kloddertje roze hier. Ja, Sidecar, hele fijne feature. Wel eentje die ik niet nu zelf ga tonen. Al onze Mac-computers die hebben we echt hard nodig voor ons werk. En daar durven we eigenlijk geen beta's op te draaien. Want hey, ja, je wilt morgen toch ook weer een nieuwe video, toch? Ja, nou, dus dat vinden we dan een beetje tricky. Maar het idee is natuurlijk bekend. Je vergroot als het ware je screen estate. Door de iPad eraan toe te voegen, kun je daar wat dingetjes wegzetten. Of een of ander tweede programmaatje of een YouTube-video die je aan het kijken bent terwijl je aan het werk bent. Super gaaf. Werkt natuurlijk vooral leuk bij de wat grotere iPads, want dan heb je er ook meer aan. Ja, deze feature heb ik wel meteen getest. Ondersteuning voor de controllers van de PlayStation 4 en de Xbox One. Alright. Volledige ondersteuning volgt pas in het najaar, rond september vermoed ik, maar het werkt al wel enigszins. Zo deed bij mij het touchpad van de PS4 controller het nog niet. Voor PlayStation download je trouwens de app Remote Play van Sony en je koppelt de controller via Bluetooth door de PS en Share knop ingedrukt te houden totdat die gaat knipperen. Ja, ik vind deze feature heel tof hoor, want zo wordt je high-end console toch een beetje een Nintendo Switch, dankzij de iPad dan. Ja, tot slot nog enkele features die iPadOS met iOS deelt. Zoals de nieuwe Foto's-app, de kaarten-app, het feit dat de downloads in de App Store kleiner worden. Allemaal heel fijn. Maar vooral vind ik Dark Mode. Dat ziet er ook op deze iPad Pro echt schitterend uit. Daar ga je veel plezier in beleven. Hey, dit was mijn eerste... dood. Nou, dit was mijn eerste indruk van iPadOS. Laat me weten welke features jij te tof vindt, welke minder misschien. En vergeet die like niet natuurlijk. Dan zie ik jullie snel weer. Bye!